Voilà, ik ben dus weer bezig aan mijn nieuwe roman, de politietriller. Het schiet redelijk goed op, moet ik zeggen. Ik zit ondertussen aan pagina 80. En ja, het verhaal schiet op. Maar ik moet zeggen, zo'n boek dat kruipt wel onder je vel. Ik ben er constant mee bezig. Als ik in de auto rijd, als ik met de fiets naar beneden rijd, als ik in bed lig, als ik op de zetel zit. Ik ben constant bezig met nadenken over het boek, over de verhaallijnen, over de kleine details. En dat houdt mij dus heel erg goed bezig. Het leuke is, het boek speelt zich af in Bree, volledig nu. En ja, dat maakt dat ik een hoop dingen die ik van Bree wil geweten hebben, dat ik wil weten wat mensen buiten Bree daarvan weten, dat ik die daarin kan steken op een onverdachte manier. En dat ik dingen uit mijn verleden daarin kan verwerken. Dat ik dingen zoals bijvoorbeeld de speeltje voor Stuga van de Gerkenberg, waar ik vroeger retraites gevolgd heb en s'avonds in de kelder gedanst en pintjes gedronken enzovoort. Al die dingen die verwerk ik nu in dat boek en dat is heel erg leuk. Ik ga nu verder werken. Mijn plot is bijna klaar. Ik ben nog een paar zijlijnen aan het uitwerken, maar ik schat dat het boek wel tegen de zomer moet kunnen verschijnen. Misschien als boek om mee op vakantie te nemen. Wie weet. Tot de volgende keer. Groetjes. Dag.